Ja, je hebt op elk album met een andere producer gewerkt. Ja. Waarom heb je nu voor dit album voor Spanker gekozen? Nou, omdat Spanker echt een veelzijdige producer is en dat zoek ik wel gewoon echt in een producer. En weet je, hij heeft gewoon wel die diversiteit en hij is niet bang om nieuwe dingen uit te proberen. Hij heeft gewoon wel echt die krachtige beats en gewoon die dedication. En dat sprak mij in eerste instantie gewoon heel erg aan bij Spanker. En, hoe lang kennen jullie elkaar al? Een jaartje of twee. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat we elkaar leren kennen, gingen we muziek maken met elkaar. En waar was dat? Waar heb je elkaar leren kennen? Bij mij in de studio. Ik werd eigenlijk door een hele oude vriend van mij. Een hele goede oude vriend van mij, GLB, dat is nu zijn manager. En die stelde mij gewoon echt voor, joh, je moet echt met Spanker gaan werken. Want hij is gewoon echt next best, next best. En hij herinnerde daar maar gisteravond nog aan van, ja, ik weet nog wat je reactie was. Je zei, doe van, nee, ik hoef niet per se met andere mensen te werken. En dat komt meestal gewoon omdat ik echt, als ik met één producer ga werken, dan geef ik mezelf er ook helemaal aan over. En dan is het ook gewoon echt die producer. En dan zijn mijn pijlen daar ook wel gewoon echt op gericht. Dan ga ik echt een beetje een vertrouwensband met diegene aan. En dus ja, zo op die manier. En wat was, kende jij zijn muziek goed? Ja, natuurlijk de hits sowieso. En los daarvan werkte Reavers ook heel veel in het verleden met hem. Ja. Dus daar heb ik ook wel eens wat dingen voorbij horen komen. Dus ik was wel redelijk op de hoogte van zijn muziek. Maar ja, je weet natuurlijk niet. De eerste keer dat ik daarheen ging, wist ik niet wat hij van mijn muziek zou vinden, zeg maar. Ja. Maar. En wat was het eerste waar jullie aan hebben gewerkt, weet je dat nog? Nee, ik denk dat al die nummers zeg maar niet meer het album hebben gehaald. Ik denk dat na een jaartje zijn we gewoon wel op een gegeven moment op een niveau gekomen waarvan we dachten, oké, weet je, we hebben nu gewoon een goed fundament neergelegd en vanaf hier moeten we verder gaan werken. Weet je, dit zou de body moeten zijn van de tracks, maar ik denk dat we in het eerste jaar heel veel hebben geprobeerd en dat het heel erg zoeken was naar de lijn en dat we gewoon echt nog zoekende waren naar wat we precies wilden doen. Nou, wanneer wist je zeg maar dat je met elkaar deze plaats zou gaan maken? Eigenlijk wist ik het na een half jaar werken met hem en toen dacht ik oké, ik heb wel gezien, maar in het begin waren het gewoon voornamelijk best wel hip-hop trap-achtige beats en het was gewoon één ding, maar naarmate we vaker in de studio hadden gezeten begon ik gewoon steeds een veel muzikalere kant van hem te zien en toen begon ik gewoon in te zien oké, deze jongen is wel gewoon echt in staat om heel veel te kunnen doen en daarbinnen ook nog steeds wel zijn eigen geluid te behouden. En op het moment dat ik dat zag, dat was ongeveer na een half jaar, dacht ik oké, ik heb geen andere producers meer nodig. Spanker gaat degene zijn die de plaat helemaal uit gaat produceren. En weet je nog, was er een specifiek nummer waar je op een gegeven moment dacht van nou, dit nu voelt het goed, nu gaan we met elkaar verder? Dan moet ik eventjes nadenken, wat is de oudste track van het album? De oudste? Ja. Dat is zeg maar een van de eerste. Ja, zeg maar. Oeh, goede vraag. Eigenlijk is het allemaal vrij nieuw, vrij van een jaar geleden wat ontstaan. Maar het hoeft niet eens zeg maar, een nummer te zijn wat op een track te staan wat hier opstaat, maar dat je gewoon denkt van ja, toen viel het kwartje dat ik dacht van nou, nu kunnen we verder. Is daar? Ik denk Leuke Meisjes. Ja? Ik denk dat ik toen, want dat was een track die al bestond, zeg maar, ik had het concept al en voorheen had iemand anders die beat gemaakt, zo OJ en daar kwamen we gewoon op de een of andere manier niet helemaal uit. En toen zei ik van, ik heb wel dit refreintje en daar wil ik iets mee doen. En zou jij eventjes je eigen interpretatie in deze track kunnen geven? Weet je, benader het als een soort van remix en maak gewoon het beste wat jij kan maken. En toen maakte hij die track en dat was een soort van geluid die ik zelf nog nooit eerder bij me had gehoord. En iets wat kwalitatief, zeg maar, zo hoog voor mij stond, wat zo goed voor mij was, dat het een soort van bepaalde internationale allure had, ook al is het in het Nederlands. En vanaf dat moment wist ik gewoon, oké, dit is voor ons de track, we moeten hier aan gaan voldoen. En dat is uiteindelijk ook wel gewoon een van onze streven geweest tijdens het maken van het album. Het moet die internationale allure hebben. Het moet, als we het aan andere mensen laten horen, zeg maar gewoon gelijk staan aan een product dat uit Amerika komt. Het moet met diezelfde intensiteit en met diezelfde dedication gemaakt worden.
Toen je die, zeg maar, dat originele idee hoorde van Leuke Meisjes, hoe heb je dat toen aangepakt? Hoe is dat gegaan voor jou? Wat grappiger was, volgens mij heb ik zelfs soort twee versies gehoord. Want er was eerst een soort piano-achtige beat. Ja, klopt. En toen was die beat daarna ook weer veranderd. Dus ik had al die eerdere twee versies gehoord. Ja. En toen had hij die a cappella aan mij gegeven. En meestal als ik dat krijg, dan zit je toch wel steeds in je hoofd van oké, die track die ik had gehoord, die ging zo. Of die beat die er eerst onder zat, die ging zo. En dan ben je toch automatisch soort van geneigd om dat ze een beetje in dezelfde richting te gaan doen. Maar deze keer was het gewoon eigenlijk heel anders. Ik heb er gewoon echt heel wat anders van gemaakt. En het begon gewoon met de akkoorden die ik speelde, waar de track ook mee begint, zeg maar. Dat is gewoon een soort arp, in ieder geval. Maar voor mijn gevoel werd het meteen een soort van stuk donkerder of zo, weet je. Daar waar die track is eigenlijk best wel vrolijk, klonk of best wel veel goed. Het heeft een soort donker gevoel, maar toch ook wel weer, op een gegeven moment in het refrein of zo, wordt het toch wel weer echt popachtig of zo. Ja. Dus ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, de manier waarop ik het heb benaderd was gewoon in principe gewoon kijken wat. Ik had er nog niet echt gelijk een idee bij of zo. En hoe is zeg maar daarna die samenwerking verder gegaan? Jullie hebben nu staan 13 nummers op de plaat. Ja. Kwam je vaak met een dergelijk idee aan? Of hoe is dat gegaan? Kwam ik vaak met een wat, sorry? Nou, bijvoorbeeld wat je met Leuke Meisjes had. Of wat je zei, ik kreeg gewoon de a cappella. Mm-hmm. Ja. En toen ben ik verder gegaan. Is het vaker zo gegaan? Of is het... Nee, we hebben eigenlijk wel heel veel tracks echt van scratch gemaakt. En we hebben het samen met nog iemand anders gemaakt. Een toetsenist die ook in mijn band heeft gespeeld. En die Ricardo. En we hebben eigenlijk gewoon heel vaak met z'n drieën gezeten. En dan gingen we naar de studio toe. En dan gingen we gewoon iets proberen te creëren. Iets wat we nog niet eerder hadden gemaakt. Iets wat er nog niet was. Of iets wat op dat moment gewoon juist goed voelde. Maar we hebben wel heel vaak gewoon in de studio gezeten. En dan we gewoon met z'n drieën zaten. En dan we gewoon... Weet je, eerst de beat gewoon, of tenminste zij dan voornamelijk echt de beat gingen maken. En zeg maar dus, Leuke Meisjes is dan een belangrijke track. Hoe vaak heb je op een album een paar tracks die gewoon toch wat belangrijker zijn. Zijn er nog andere tracks waar je zegt van, dat was ook een soort eindpunt binnen het opnameproces? Ja, absoluut. Dat is een track die wel vrij laat erbij is gekomen, maar De Man is daar wel een goed voorbeeld van. Dat is een track die ook wel toonaangevend is geworden voor het album. En niets van niets is het album daarna ook vernoemd. Maar dat wordt heel... In eerste instantie was het de bedoeling om Hallo als openingstrack te hebben. Maar toen dacht ik van oké, weet je, dat is zo blij. En dan heb je een soort gevoel van oh, daar heb je hem weer. En weet je, ik vond dat niet een goede boodschap uitdragen voor het punt waar ik nu ben in mijn leven. Toen dacht ik gewoon, ik wil gewoon eigenlijk iets groots hebben, weet je, iets episch, dat het album er gewoon meteen je aandacht grijpt. En toen hebben we aan De Man gewerkt en dat begint dan ook wel gewoon echt een beetje volksliedachtig en het wordt een soort van groot en dan fit die vrij emotioneel, zeg maar, het nummer begint. En dan slaat het in één keer om gewoon aan die harde drums en harde bassen en vrij energieke raps. En dat was voor mij ook wel gewoon een soort van eikpunt waarvan ik dacht van oké, dit is wel wat mij als persoon nu omschrijft en ook het album, zeg maar, die omschakeling van, weet je, het is echt een switch en je hebt niet het gevoel dat het nummer daarheen gaat en daar bestaat het album wel uit, want je wordt telkens gewoon verrast of nou een einde van een nummer is of nou een nummer totaal niet loopt zoals je dacht dat het zou lopen, dat is iets wat telkens weer terugkeert op het album. Weet je nog, zeg maar, hoe die omslag is gekomen, hoe is dat ontstaan? Van De Man? Ja, dat ben ik benieuwd. Dat is iets waar we heel hard aan hebben gewerkt. Ja, echt. We hebben echt... Vijf versies of zo. Ja, vijf versies gemaakt. Ja. Ja. Omdat... op het begin twijfelde Dio een beetje aan of die switch, die dus nu uiteindelijk is wel eens geworden, of dat het wel moest zijn. Dus toen hebben we gewoon meerdere opties gecheckt. Maar uiteindelijk is het toch wel geworden wat we als allereerst hadden. Ja, maar in eerste instantie was die switch er niet eens. Toen hadden we gewoon echt letterlijk alleen maar fits gedeelte, weet je. En
hadden we alleen nog maar een piano, hadden we geen drums en zaten we steeds van oké, wat moet er hierna komen? En ik dacht van ja, het is te makkelijk om alleen maar op het pianorieltje door te gaan. Dat zou ik gewoon te makkelijk vinden en ik wilde heel graag wel het contrast creëren van weet je, dat hij zo erg heel mooi en heel open zingt, ben ik de man en daarna slaat het gewoon in iets om wat eigenlijk gewoon best wel donker is. Wat mij denk ik ook wel gewoon definieert als persoon, of tenminste die contrast wilde ik heel erg graag weergeven, want ik wilde heel graag op dit album gewoon weet je, het goede en ook het slechte heel graag belichten. Waarom? Omdat het goede er niet kan zijn zonder het slechte. Ik denk dat op dit album heel veel thema's terugkomen die ik al eerder heb benoemd op mijn vorige albums, maar waar ik bij mijn eerdere albums tekort ben gekomen doordat ik dat andere niet benoemde gewoon. Dat ik het slechte of het, weet je, het donkere kan niet ontstaan zonder, het mooie kan niet ontstaan zonder het donkere. En dat zijn wel gewoon nu thema's die je terug hoort op het album.